Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus: Suriname bepleit duurzame ontwikkeling en VN-hervormingen op algemene vergadering. Tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties met het thema Leaving No One Behind, Acting Together for the Advancement of Peace, Sustainable Development and Human Dignity for Present and Future Generations, heeft Suriname belangrijke standpunten gepresenteerd. Het land benadrukte de voortdurende relevantie van de VN in het redden van huidige en toekomstige generaties van oorlog en conflicten en het bevorderen van vrede en stabiliteit. Suriname pleitte ook voor hervormingen in de mondiale bestuursstructuur en snellere aanpassingen van internationale financiële instellingen om beter in te spelen op mondiale uitdagingen. De communicatiedienst Suriname had een gesprek met president Chandrika Persat Santokhi. Okay, er zijn verschillende vergaderingen geweest binnen het systeem van de Verenigde Naties. En er zijn verschillende momenten ook geweest. We hebben een meeting gehad in verband met ECOSOC, waar de Canada geliefd heeft, over een vraagstuk van Haiti, ook binnen het systeem van de Verenigde Naties. Dus daar hebben we geparticipeerd. Daar hebben we duidelijk aangegeven wat onze visie is naar Haiti toe en wat onze commitment is naar Haiti toe in het kader van ondersteuning van de multilaterale security force. We hebben de meeting gehad van de Global Future. Daar is ook een setting in het VN-systeem. Daar hebben we onze standpunten ingenomen. En we hebben dan uiteindelijk het hoogste punt van de vergadering. En dat is de algemene vergadering. De General Assembly, waarbij alle lidstaten hun standpunten kenbaar maken. Middels een toespraak die niet alleen gevolgd wordt door die aanwezigen, door de audience, maar het is live in de hele wereld te volgen. Dus je neemt je standpunt als land ook voor de hele wereld. En de hele wereld wil weten wat jouw visie is met betrekking tot enkele vraagstukken. En daar hebben we verschillende standpunten ingenomen. Eén is het systeem zelf van de Verenigde Naties. Dat we allemaal weten dat de Verenigde Naties in het leven is geroepen na een hevige vernietigende Tweede Wereldoorlog. Nooit meer een oorlog. Dat was het doel. Vrede, veiligheid, samenwerking en gezamenlijk mondiale vraagstukken aangaan. En kijk waar we nu zijn. Met oorlogen. Verschillende oorlogen. Op alle continenten. Onrust. Sommige zaken die te maken hebben met een land zelf. Wat er allemaal daar binnen gebeurt. Maar wel een behoorlijke impact heeft. Internationaal, regionaal. Neem Haiti. Het is geen kwestie meer van een interne aangelegenheid. De hele regio staat onder druk. Dus dan moet je ook als VN, als een multilaterale organisatie, inkomen, standpunten innemen. We hebben Afrika, verschillende Afrikaanse landen waar onrust is. Daar moet je standpunten innemen. Tegelijkertijd Midden-Oosten, Israël, Gaza en nu Libanon erbij. Dan heb je Oekraïne, Rusland, verschillende oorlogen. En dit maakt in feite dat dan de discussie ontstaat of
het multilateraal systeem, VN-systeem, wel effectief functioneert. En daar hebben we standpunt in genomen. Gaat u dat instituut evalueren? Gaat u het multilateraal systeem versterken, effectiever maken? Maar ook namelijk zorg dragen dat dit instituut ook het vermogen heeft, kracht heeft, die daadkracht heeft, om snel op te treden. En daarvoor heb je inderdaad een behoorlijke transformatie van deze multilaterale wereldorganisatie nodig. Dat is één standpunt. Tweede is namelijk, we kijken ook naar ons land, waarbij er vraagstukken zijn die grensoverschrijdend zijn. Dus een wereldvraagstuk zijn. We zijn wel een land dat zich houdt aan die internationale normen van milieu, van bescherming van het planeet, maar worden wel geconfronteerd met de gevolgen internationaal. Dat andere landen zich niet houden aan het internationaal milieuprogramma, klimaatprogramma. Dat andere landen doorgaan met uitstoot. En wij zijn een carbon-negatief land. Wij absorberen enorm veel uitstoot met ons bos. Niet alleen van Suriname, ook van die andere landen. En daar vragen we namelijk een rechtvaardig klimaatbeleid dat iedereen zich houdt. Wij houden ons aan het Parijsakkoord. Wij zijn carbon-negatief. En dat zullen we blijven. We beschermen ons milieu. Maar tegelijkertijd zien we dat we geconfronteerd worden met de gevolgen van de klimaatverandering. Stijgend zeewater. Kijk maar naar weg naar zee. Tegelijkertijd de grote droogte, de uitzonderlijke droogte. Kijk maar naar wat met de rijstsector in Nigeria is gebeurd. Veel regen in het binnenland. Zo, wateroverlast. Maar nu plotseling grote droogte in het binnenland. De rivieren raken opgedroogd. Het zijn allemaal gevolgen van klimaatverandering. En deze zaken kosten geld. Want je moet compenseren. Je moet maatregelen treffen. Je moet aanpassen. En daar zie je namelijk dat je als land geen toegang krijgt tot die klimaatfinanciering. En dat was die andere call van ons. Stop een keertje met je bureaucratisch systeem. En pas je beleid ook aan de nieuwe realiteit. En dat is gelukkig ook gebeurd met de introductie van die multidimensional vulnerability index. Dat een rechtvaardiger systeem is om landen te beoordelen met betrekking tot de status. Waardoor je nu deze MVI moet gaan incorporeren in de internationale financiële instituten. IMF Wereldbank, dat was ook onze oproep. Gaat nu implementeren, gaat ook uitvoeren. En vervolgens hebben we ook gekeken naar grensoverschrijdende vraagstukken, waarbij we vragen dat er intensieve samenwerking moet zijn. We moeten zorg dragen namelijk dat landen niet vergeten worden. Dat was het thema van de VN-vergadering. Leave no one behind. Maar worden landen vergeten? Er gebeuren nog zoveel dingen in andere landen, maar niemand kijkt naar hen. Er zijn delen in de wereld die ver onder de armoedegrens zijn. Er zijn delen in de wereld waar er gewapende conflicten heersen. Er zijn delen in de wereld waar kwetsbare groepen onderhevig zijn aan ernstige schendingen van mensenrechten. Maar ze dreigen vergeten te raken. Dat was onze oproep. Laat geen land, geen gemeenschap, geen individu, geen vrouw en geen kinderen vergeten raken met datgene wat zich in de wereld gebeurt. En dat het multilateraal systeem, het VN-systeem, zelf moet voorkomen dat ze door haar beleid een situatie creëren dat mensen vergeten raken. Zo? En we hebben zelfs in ons land vele voorbeelden gezien, ook in de wereld, toen COVID-19 uitbrak, waren delen van de wereld in een vergeetshoek geraakt, konden geen vaccin vinden. Zo?
Maar ook als het gaat om toegang tot goedkoop financiën, concessional loans, dan zie je weer dat er geen toegang is voor bepaalde landen vanwege een kwalificatie. Suriname is gekwalificeerd als een middle income country. Ja? Maar ook als het gaat om beleid van grote landen, grote banken, om kleine landen uit te sluiten van financiële toegang. De-risking. Dat hebben we ook gezegd. Die dingen moeten een keertje ophouden. En dat is zo'n beetje de rode draad van onze boodschap geweest. Op al de vergaderingen. Nou kijk, je bent een deel genoeg van de wereld. Als je zwijgt, hoort niemand je. Niemand kent je standpunt. Je moet je stem laten horen. Het wordt geregistreerd. Maar gelukkig zijn er meerdere landen die een soortgelijke stem hebben laten horen. Waar de Suriname niet alleen was. Met het nemen van soortgelijke standpunten. Aan de andere kant moet je rekening houden dat de hele reorganisatie op zich een proces is. Het is niet dat je vandaag een VN-vergadering gehad hebt en zoveel landen hebben standpunt ingenomen en morgen begint dat te veranderen. Nee, die dingen moeten dan weer gaan naar verschillende commissies, naar intergovernementele organisaties, vergaderingen moeten genomen worden. Aanbevelingen moeten worden genomen, standpunten moeten worden verder uit. Het is een heel proces. Alleen zeggen wij ook, laat dit systeem en dat proces op zich niet bureaucratisch worden, dat te lang duurt. En ik heb het heel leuk gezegd in mijn statement. Als wij geconfronteerd worden met ernstige incidenten als gevolg van klimaatverandering, we hebben steun nodig. Maar de steun die komt langs zoveel bureaucratische mechanismen, met ingewikkelde procedures, met dure consultants en allerlei procedures, waardoor alvast een deel van het geld wat geallockeerd wordt voor die hulp al opgemaakt wordt door het systeem zelf. En uiteindelijk als het komt, is het onvoldoende, maar veelal te laat. Dat was een boodschap. Maar laten we dit ook veranderen. Dat er effectieve systemen komen. En natuurlijk zijn er veel mensen die luisteren. Ook VN luistert nu. En dat deze zaken daar ook geregistreerd worden. En verder terechtkomen in het intern systeem. Om dit op die agenda te plaatsen. Voor de intergovernementele debatten die gevoerd worden. Dit is het tweede. Bezoek aan Council of the Americas. Vorig jaar was het ook als zodanig gepland. En ik heb ook dat bezoek afgelegd. Die Council of the Americas moet je zien als een organisatie. Een gezaghebbende organisatie. Bestaande uit gezaghebbende bedrijven. Captains of Industry. Van de Verenigde Staten van Amerika. Zelf grote bedrijven. Coca-Cola. Maar ook Sexy van Heineken. En Newmont. En Apache. Ook die oliemaatschappijen die in Suriname opereren, die zijn allemaal daarin vertegenwoordigd. Maar er zitten ook invloedrijke politici erin. Dus met zo'n forum kan je land ook promoten door hen uit te leggen waar we staan op het gebied van onze ontwikkeling. Te beginnen bij de overheid, die hervorming die we doorgevoerd hebben, die good governance die we daarin place hebben. Maar tegelijkertijd het beleid wat we maken, de wetten wat we maken om investeerders aan te trekken. De opportunities die we hebben op het gebied van investering. Maar aan de andere kant ook, hun uit te nodigen om gebruik te maken van deze faciliteiten. Er is, soms gaan we ervan uit, dat wij overal bekend zijn. En soms schrikken we. Aan de hand van de basale vragen die men stelt, dat men nog onvoldoende weet over Suriname en van Suriname. Nou, zulke bijeenkomsten zijn bijzonder belangrijk om hen alles te vertellen over Suriname en hen te interesseren om te komen investeren op het gebied van oil en gas, op het gebied van de agrarische sector, toerisme, met de spin-off van die oil en gas, maar ook dat we land zijn met lekker eten, cuisine. Dat ze ook daar kunnen komen om vakantie te houden daar zo.
Dat ook een land zijn met creatieve industrie, met zoveel talent. Dat ook een land daar zijn met opportunities voor ecotourisme in het binnenland. Maar een land waar die diversiteit een zodanige rijkdom vormt. En diversiteit wat in andere landen misschien een dreiging vormt. Waarmee oorlogen in feite gevoerd worden. Op basis van etniciteit en religie. Dat we daar vreedzaam met elkaar samenleven. Dat zijn ook belangrijke zaken die we kunnen uitzetten om toeristen aan te trekken. En natuurlijk moet je die connectivity hebben. Dat was mijn uitnodiging. Die connectivity moet er zijn vanuit Amerika. Wat American Airlines. Die vlogen naar Suriname. Moeten op die American Airlines of andere Amerikaanse maatschappijen moeten weer gaan vliegen. Aan de andere kant moet SLM met haar vliegtuigen. Er zijn twee voor de regionale route. Ook effectief ingezet worden. Je moet niet alleen Miami vliegen. Je moet ook vliegen naar New York. Je moet ook vliegen naar Canada. Je moet ook vliegen naar andere regio's en andere delen van Amerika. Het zijn niet alleen Surinamers die naar Suriname komen. Met oil en gas komen zoveel andere personen. Die moeten ook gefaciliteerd worden. Dus die marktuitbreiding moet ook plaatsvinden vanuit onze eigen maatschappij. Maar tegelijkertijd ook buitenlandse vliegmaatschappij uitnodigen om Suriname aan te doen voor business. Maar ook voor toerisme. Anyhow, we hebben boodschap duidelijk daar gezegd. We are open for business. Bij zo'n meeting, je hebt bijna alle wereldleiders hier. Maar behalve die wereldleiders, heb je ministers die hier aanwezig zijn. Behalve ministers heb je nog zoveel andere deskundigen. Dat is gouvernementeel. Maar dan heb je de private sector. Waar er zoveel grote bedrijven hier vertegenwoordigd zijn. Amerikaanse bedrijven, buitenlandse bedrijven. Met presidenten, met regeringsleiders komen ook investeerders mee. En die zoeken ook opportunities. Dus er is een hele mobilisatie, moet je hier zien, van gesprekken die plaatsvinden. Op het niveau van regeringsleiders, op het niveau van ministers, op het niveau van de private sector. Dus hier hebben we inderdaad verschillende gesprekken gevoerd. Met landen, met regeringsleiders, met de private sector, maar ook bedrijven van Amerika, met de diaspora gemeenschap, met potentiële investeerders. Al die zaken, die moeten een follow-up krijgen. Sommige zaken moeten nog verder uitgewerkt worden met diplomatieke overeenkomsten. Daar is minister Biewes mee bezig. Er zijn heel wat landen die ons benaderd hebben, met wie we gesprek gevoerd hebben, die nog geen diplomatieke samenwerkingsrelatie hebben. Een paar zijn direct hier geregeld, met Seychellen bijvoorbeeld. Maar ook andere landen worden op dit moment voorbereid dat diplomatieke relaties plaatsvinden. Dat we met gisteren nog hebben verzoeken gehad van landen van die behoorden toen de tijd tot voormalig Rusland, voormalig Joegoslavië. Die allemaal hun outreach willen hebben naar het Caribisch gebied, naar Zuid-Amerika. Maar één ding is duidelijk. Als men nu Suriname hoort, klinkt direct daar in hun achterhoofd oil and gas. En dat kan ik zeggen, het is een enorme boost. Wat voor Suriname gaat gelden. Binnenkort, over enkele dagen, met die announcement of die FID in Suriname, ga je zien dat Suriname een heel ander profiel gaat krijgen naar de wereld toe. Natuurlijk moeten we waken voor onze belangen. Want zij gaan komen voor de olie. Maar we hebben landen met agrarische sector. We hebben landen met zoveel andere investeerders mogen. In de goudsector, in de bauxietsector, in de minerale sector, in de visserijsector, in de toerisme sector, in de creative industry. Dat we dat op agenda blijven houden. Dat er meer is. En tegelijkertijd dat ons volk gaat profiteren van die investeerders. Die local content, die Surinaamse bedrijven, gaat profiteren van die ontwikkeling. We verwelkomen alle bedrijven, alle landen, maar betrek wel jouw local content. Betrek wel de Surinamers bij de ontwikkeling, bij de investering. En dat zal ons beleid zijn. Dus nogmaals, een heleboel gesprekken die nog verder uitgewerkt gaan worden. Maar tegelijkertijd aansturen op een multisectorale benadering naar Suriname toe, waarbij je niet alleen focust op één aspect
van investeren. Natuurlijk, een oliemaatschappij komt over olie praten, maar een land moet je in feite alle opportunities bieden om te kunnen samenwerken. 10 jaren lang is Suriname niet geweest op Wereldforum. Vergeet het land. Je telt niet meer mee. Begrijp je? En dit is mijn vierde fysieke ontmoeting. Vijfde VN-reden. De eerste was vanwege COVID virtueel van Suriname. En je ziet namelijk hoeveel bekendheid van Suriname ontstaat, over Suriname ontstaat. Elke dag nieuwe verzoeken, tot en met dit moment, nieuwe verzoeken die we krijgen om te praten. Men hoeft niet meer om de bocht te lopen van Suriname, wat vroeger het geval was. Nu komt men naar Suriname. Nu wil men met Suriname praten. Nu wil men naar Suriname komen. Nu wil men Suriname betrekken bij heel wat regionale vraagstukken. En dat is wat veranderd is. In de afgelopen 4 jaren tijd. Suriname heeft weer een respectabele plaats verworven in de rij der naties. Met democratische principes, rechtsstaatprincipes. Een bijdrage leveren aan die internationale orde. Meedenken over internationale vraagstukken. Je wordt gevraagd om inleiding te komen houden. Je wordt gevraagd om bijdrage te leveren. Je wordt gevraagd om mee te participeren in discussies waarbij mondiale vraagstukken besproken worden. Ja, een hele zware agenda. Binnen het VN-systeem, VN-vergaderingen. Buiten het VN-systeem, tal van vergaderingen. Vanaf formele tot de diaspora, de informele. Heel wat individuen. Heel wat bedrijven, heel wat financiële instituten die met je willen praten. Zaken die te maken hebben met climate change, zaken die te maken hebben met carbon credit, zaken die te maken hebben met financieren van de oil en gas sector, zaken die te maken hebben met het afkopen van je schuldpositie in de vorm van debt for nature. Dat zijn allemaal nieuwe mechanismen, maar ook tegelijkertijd goedkoop kapitaal aanbieden, financieren van verschillende projecten, maar ook de simpele burger. Zo, hoe kan ik naar Suriname komen? Ja, je hebt geen visum meer nodig. Ja, hoe kan ik daar naartoe komen? Connectivity is bijzonder belangrijk. Hoe moet ik investeren? Nou, daar heb je CITA bij Buitenlandse Zaken, die jou kan assisteren met betrekking tot vragen die je hebt op het gebied van investering. Een heleboel zaken die je goed moet bedienen, goed moet uitleggen. Dus een zeer, zeer drukke week. Maar uiteindelijk, bij alles moet je Surinaams belang laten prevaleren. Heel belangrijk is ook geweest dat met name bedrijven, met wie je praat die investering hebben in Suriname, of die wensen te investeren, die kijken ook naar de toekomst. Die kijken ook naar de governance. Die kijken ook naar de rule of law. Die kijken ook naar het vertrouwenwekkend karakter hebben van een regering. Met een beleid aanbiedend wat investeringsvriendelijk is. Wat tegelijkertijd ook een bereid is incentives te bieden bij investeren. En niemand is gebaat bij een investering waar er instabiel klimaat is in een land, waar een onvriendelijke regering is, waarbij sprake is van onzekerheid in investering, onvoldoende bescherming van investeerders. Die dingen wil men ook weten. En dat is bijzonder belangrijk, omdat we naar een verkiezingsjaar gaan. En dat geldt voor alle Surinamers. Dat we nu een fase bereikt hebben in een land, Suriname, waar we de kans van ons leven krijgen om eindelijk een keertje uit die status van ontwikkelingsland te komen en worden ontwikkeld land. Ja, zo veel alle andere grote landen.
die ontwikkelde landen zijn geworden met hun mineralen, met hun olie en gas, met hun hulpbronnen. Die hebben we ook. Maar daar moeten we een goede visie hebben, goed beleid hebben, goed leiderschap hebben, transparantie hebben, eerlijk leiderschap hebben, goede internationale samenwerking hebben. Deze zaken komen ook aan de orde bij al die gesprekken. En dat Suriname zeker niet gebaat zal zijn met een regering en een regeerbeleid wat in ieder geval afstotend zal zijn naar de internationale gemeenschap. Als het gaat om waarden en normen, als het gaat om rule of law, als het gaat om democratische principes, als het gaat om investeringsonvriendelijk beleid, als het gaat om rechtsonzekerheid. Dat zijn zaken die spelen in de internationale gemeenschap. En ik denk dat we in ieder geval met ons regeerbeleid afgelopen jaren hebben laten zien dat we veel en veel belangstelling gekregen hebben in de wereld van investeerders. Het heeft een tijdje geduurd, ook in het kader van ons herstelprogramma, waarover iedereen zeer geïnteresseerd was, maar ook iedereen zeer verrassend was en ons gecomplimenteerd heeft over de effectieve wijze van die herstel van onze economie. Dat we dat hebben kunnen doen als klein land, wat andere landen niet lukt. Met name met een IMF-programma. Maar dat geeft ook aan dat er leiderschap getoond is in moeilijke tijden. Dat geeft ook aan dat we dedicated zijn. Dat geeft ook aan dat we durf en moed hebben om belangrijke vraagstukken aan te pakken. En niet weglopen of wegdoppen van onze verantwoordelijkheid. Dus nogmaals, het zijn allemaal zaken die je moeilijk in geld kan omzetten. Maar het zijn wel zaken die vertrouwenwekkend zijn. Naar de internationale gemeenschap, maar ook naar investeerders toe. Om hun keuze te maken om in Suriname te komen investeren. En ik denk dat we redelijk daarin geslaagd zijn om onze boodschap hier in New York te brengen naar alle doelgroepen. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.